Welkom bij weer een nieuwe video. De zelfgemaakte salami met chocola. Hij is goed gelukt, hè? Smaakt hij net zoals bij de oven, Robin? Ja, maar dan is hij ietsje warmer. Daar is hij ietsje warmer, want hier heeft hij de hele nacht in de koelkast gelegen. De Roemeense specialiteit salami. Wat gaan we doen, jongens? We zijn onderweg naar de Dinopark. We gaan naar het Dinopark vandaag. Afstapje hier. Hoppa. Wil je ook met hummus zo meteen, Torben? Nee, Torben, ja, wachten. Moet je even pakken, hè? Moet je even vragen aan papa en mama. Papa? Ja? Mag ik er nog eentje, papa, zeg je dan? Nog eentje, papa? Ja. En wil je er met hummus erop hebben? Ja. Een beetje meer hummus erop doen? Ja. Beetje meer? Zo. Wauw, die is met appel, deze is met chocola. The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The horn on the bus goes beep 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 all through the town. Robby, wat voor spelletje hebben wij net gespeeld? We hebben deze compleet gemaakt. Oh, en wat is dit dan voor spelletje? Het is een landenspelletje. Een landenspelletje met allemaal vlaggen van landen. Weet jij nog de Amerikaanse vlag? Dat is... Want die is ook altijd bij de Amerikaanse ambassade. Wat is de Amerikaanse vlag? Dat is natuurlijk... even kijken. Deze. Heel goed, dat is de Amerikaanse vlag. Weet je nog de Spaanse vlag van Sinterklaas? Ja. Oh, en weet je nog de Franse vlag van Frankrijk en Paris? Paris. Nee, die is van Engeland. Oh. Wel, is er nog een andere die je weet? Weet je nog de Italiaanse vlag? Italiaanse. Kan opa en oma nou toe op vakantie gaan, de Italiaanse vlag. Nee, die is met groen, de Italiaanse vlag. En weet je nog de Braziliaanse vlag waar Joline nu op vakantie is? Nee, dat is Australië. De Braziliaanse vlag is met groen. Wat? Maar je weet toch al een paar? Je weet Amerika en je weet Spanje. Belangrijk, heel goed. High five. Ik mag niet. Weet je nog welk van Rusland is? Ja! Ons maandelijkse wijnpakketje is weer binnen. En wat ik wel leuk vind, is dat ze er altijd een beschrijving bij doen over de wijngaard en hoeveel hectare die heeft. Nou, deze Sauvignon Blanc heeft een 50 hectare. Deze Chardonnay komt van een wijngebied met 32 hectare. Deze komt uit een wijngebied met 6 hectare. En deze uit een wijngebied met 100 hectare. Nou ja, wij hebben 4 hectare potentiële wijngrond. Dus ja... We zouden een wijntje kunnen maken, maar niet in de orde grootte van deze. Vandaag is het maandag en dan is het met die schade daar en met die twee betekent cat.
Oh, vandaag was het martissoire, 1 maart. En je hebt allemaal armbandjes gehad. Ja. En nog andere dingen. En dat ga je even laten zien. Deze van Corvina. Oh, wauw. Die is mooi. Dat is een mooie broche die je van Corvina hebt gehad. Deze heb ik ook iemand. Oh, wauw. Met een konijntje erbij. Yes. Ik ben weer op de campinggrond en we gaan eens even kijken of er al post binnen is gekomen. De elektriciteit op de campinggrond doet het niet. En op dit kastje zit nu een slotje wat ik niet open kan krijgen. En het staat hier op off. Dus daar lijkt toch wel iemand bewust hem uitgezet te hebben. Daar moet ik dan maar weer achteraan. Het volgende klusje is eindelijk aan de slag met de kettingzaag. Ik ga wat boompjes zagen. Nou ja, wat takken eraf zagen dan. Torben, zit je op de fiets? Ja. Kun je ook een beetje naar voren lopen met je voetjes? Ja. Of is hij nog net te groot? Ga maar proberen te lopen. Hallo meisje, hallo jongen. Hallo. Wat hebben jullie allemaal? Heb je een kaart voor mij gemaakt, lieve mama? Voor moederdag. Wauw. En zit er nou ook nog iets ingetekend? Wauw, een hartje. Is het vandaag moederdag? Ja. Ja. En hier schrijven we nog. Gefeliciteerd. Dankjewel, meisje. Papa, je moest daar niet alleen maar gefeliciteerd op. Het is eindelijk weer buiten fietsweer. Yes. Er is een verrassing voor mama, hè? Wat is er? Hé, maar ik heb het al eerder gezegd. Er is een feestje, maar ze moet niet te veel eten. Want er zit een... Omdat er zit iets bij wat waar je heel veel eten kan kopen. En het is maar niet te veel eten, anders krijgt ze een dikke bij. Dat is een goed idee. Ik heb een feestje bij de opvang, omdat het moederdag is vandaag. Nou, ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga zien. Doei, doei. We zijn weer onderweg. We zitten met z'n allen in de auto, want we gaan op vakantie. We gaan een weekendje naar Buzău. 2 uur rijden van Boekarest. Dan gaan we eens kijken wat daar allemaal te beleven. Ja, maar dan als we zijn, dan is het al heel erg donker, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen dat we aankomen als het donker is. Ja. Open haartje. Met hapjes. En de kinderen liggen lekker. Daar in de gang te slapen, elk hun eigen kamer.
Door, wat ben jij aan het eten? Een croissantje. En we hebben weer sneeuw. We gaan onderweg naar de Mud Volcano's. Er wordt genoeg olie opgepompt hier, Rome. En we komen ineens langs een camping. Het kan zijn dat het mensen zijn die hier werken of dat het ook echt gewoon een camping is. Maar volgens mij is het ook echt gewoon een camping. Siberische taferelen hier. Het sneeuwt en het vriest en het waait. Brrr. Nou, dit ziet er wel gezellig uit, hè, Robi, om te eten. Ik ga naar papa zitten. Ja. Yeah, joepie, yeah, yeah. Nog eten. Torben, nee. Er is geen etentje zonder de Kalsbeek familie zonder toetjes. Ah. Ja, heb je er zin in, Torben? Ja, goed zo. Lekker zacht, hè? Nog een keertje. Ja, ja, ja. Bruin. Hij is zo. En we gaan ook nog ganzen kijken bij andere buren. Andere buren zijn weer eventjes wat houtrotzooi aan het verbranden. En dit was de video weer voor deze week. Doei, doei. Nou, we redden. Daar heb ik het.